ragazzi, la vita è bella. La Livigliose, la Livigliose. Bravo! Het is weer de tijd van het jaar. Ik mag weer gaan skiën met de kijkers van TVL in Livigno. Daar hoort natuurlijk een prachtige outfit bij. En wel, die kom ik hier zoeken in Hasselt. Hey Annemie, zijn je er geraakt? Dag Ann, absoluut. Jij bent er bij de goeie zeker? Heel erg, ja. Ik stap zelfs op de bus naar Livigno. En je kent mij, hè. Heel snel koud. En dus ik dacht, ik ga langs bij Ann. Die valt het schone dingetjes. Van alles, ik zie het al. Ik denk dat ik wel van alles heb wat je mooi gaat zien. Ja? Ja, beetje, jij bent bij alles schoon. Zo'n beetje bling bling, hè. Dan weet je, daar hou ik wel van. Het mag zo'n beetje meer zijn, hè, de bergen. Ja, kijk, we hebben hier bijvoorbeeld zoiets, maar dat is dan wat sportiever, maar toch ook heel vrouwelijk. Ja, vind ik dat wel mooi. Ja? Ja, absoluut. Ofwel wat ik denk, ik heb er zo alles over gedacht, wat voor u mooi zou zijn, ja? Is in deze. Zolang het maar pluimen heeft, hè? Toch? Ja, dat is toch altijd fijn. Dat is, dat is wat, mooi. Hè? Dat is mooi. En achteraan heb je dan toch wel wat strasjes en zo. Dat is wat ik bedoel met bling bling, ja. Dat als ik mijzelf verloren ski, dat ze mij nog kunnen komen zoeken. Dat zou je prachtig mee zijn. Of, wat ook wel leuk is, deze is iets korter, ook wat bling bling en zo, ook weer helemaal iets voor u. Oh ja, dat is wel schoon. Ja. Dat is precies een zebra van binnen. Ja, die van binnen kun je die ook kunt die omdraaien. Dat is een reversibele. Dus wow. Kun je aan twee kanten dragen. Heb je. Dus als ik, precies twee jasjes. Dus als ik s'avonds nog ga feesten, want je weet, après-ski is voor mij minstens zo belangrijk. Dan kun je de andere aan. Dan kan ik dat zo doen. Amai, dat is wel super. Goed, hè? Ja. Zou je het eens proberen? Absoluut, graag. Zeg, heb je nog iets voor après-ski? Want je weet hoe dat gaat. Hè? Je hebt het snel heel erg warm en dan wil je toch van alles uitgooien. Ja, naast het skiën is de après-ski natuurlijk ook heel belangrijk. Ja, voor mij zeker. En dan kun je eventueel zoiets combineren. Een jeansbroek of op je skibroek. In de plaats van je jas. En dan is dat zo wat meer top. Plezanter voor de après-ski. En broekjes, uiteraard. Natuurlijk. Bij die hebben we bijvoorbeeld zo'n broekje. Ah ja. Dat is leuk. Die kun je dan bij die jas combineren. Die hebben weer iets anders. Oké. Okay. Zullen we eens helemaal klaarmaken? Graag. Ik ken mijn weg al. Je wilt hem misschien ook eens in het wit proberen. Mooi, hè? Dan hebben we hem ook in het rood. Maar ja, dat pak is mooier zwart of wit. En is dat wat je wilt? Heb je gekozen? Mooi, hè? En het is geen zwart, hè? Ja, het is anders zo. Ja, leuk. Dat is precies bij mijn kleur, hè? Ja. Nu nog, voor de veiligheid. Een helm. Ja. Ik moet mijn bril kunnen opmaten, natuurlijk. Dat is ideaal bij deze helm. Voilà, perfect gemaakt. Kijk, hè. Over je deze, bril schuiven. Ja. Want dat moet het wel zijn, ja. Voilà, zonder bril zien we niks. Maar nu zie ik perfect. Maar we gaan toch voor school weer, hè. Graag. Heel veel zon. Livigno, altijd zon, zeggen ze. Ja. Prima. Zeg, merci. Zal ik het allemaal aanlaten? Ik stap op de bus, hè. Die helm natuurlijk gaan we even afdoen. Dat is niet nodig. Nee. Je straalt helemaal. Op de kort. Op naar Livigno. Dag. Tada. Zijn jullie er klaar voor? Ja. We zijn er helemaal klaar voor. De bus vertrekt nu naar Livigno. Ik denk dat iedereen mee is. Even kijken. Rudy Moezen is nog niet mee.
Rudy, ga je mee? Ja, ik ga mee. Ik heb trouwens mijn blouse al aan, kijk. Gewoon zo'n blouse van TVL aan. We gaan dan ook met het hele team van TVL, met alle kijkers, we gaan ons amuseren. En eindelijk naar de sneeuw. Naar de sneeuw. Buongiorno, TV Lomberg, in diretta di Livigno. Il sole, le belle donne e gli amici. La vita è bella. La Livigno, la Livigno. Bravo! Ik zou zeggen, eindelijk, we staan op de pistes, de zon schijnt, dus beter kan het niet zijn. Hè? Dat is waar, gaan we het zonnelied zingen. Het zonnelied? Ja. Dat ken ik niet. Is dat iets typisch voor Livigno? Nee, niet echt voor Livigno, maar dat is typisch voor snow travel. Ah, oké. Okay. Ja, als wij de skiles beginnen, en zeker als zonnetje zo van de partij is, dan doen wij het zonnelied. En dat gaat als volgt? Ik zing een vrolijk lied, de zon schijnt, zie het niet. Wat een heerlijk gevoel, al die zon op je smoel. Duimen uit. Duimen uit. Poep naar achter. Knieën samen. Oh god. Hoetja-tja, hoetja-tja. Hoetja-hoetja, hoetja-tja. En dan zijn we opgewarmd. Hoetja-tja, hoetja-tja. Om maar te zeggen, op skivakantie gaan met Snowtravel en TVL is altijd fun. Voilà. We zijn in Livigno. Vorig jaar ook, gewoon omdat het top is. Of waarom zijn we terug naar Livigno gekomen? Inderdaad. Livigno is een prachtig oord. Je hebt hier een skigebied voor ieder niveau wat wils. Hè? Ja. En de sneeuwkwaliteit is perfect. Het zonnetje is ook aanwezig vandaag, overwegend trouwens. Ja. Dus het is hier echt leuk vertoeven. Ja. Ja, je zei al net, heel veel sneeuw, inderdaad, hier ligt meer dan 2 meter. En in Oostenrijk moeten ze het amper bij elkaar zoeken, hè? Toch? Inderdaad. Is het hier altijd sneeuwzeker in Livigno? Ja, dat is zo. Ja. Livigno is een zeer sneeuwzeker gebied. Ja, en is het een heel groot uitgestrekt domein of hoeveel kilometers hebben we het dan? Een 110 kilometer pistes, maar het is zeer gevarieerd en het is echt een aanrader. Ja. En we hebben natuurlijk kijkers meegebracht van TVL. Van waar ben jij? Tongeren. En hoe heet jij? Jean-Marie. En jij dacht, ik ga eens met Rudy en Annemie en met al die andere toffe kijkers mee naar Livigno. En we vinden dat heel geweldig. Is dat de eerste keer dat je naar Livigno komt? Dat is de derde keer. Wat is hier zo leuk aan dit skigebied? Dat er veel sneeuw is. Hoeveel kilometer ga je afleggen vandaag? Ik denk nu nog 5 kilometer. En dat zal wel goed geweest zijn. Zwarte of rode? Alles. Alles. Ik zou zeggen, begin eraan. Ja, laat op. Ga er mee. En ik kom nog iemand tegen die eigenlijk in de bus tegenover mij sliep. Ik heb jou niet horen snurken, gelukkig. Dat is ook omdat ik iets naar Oké. Maar... Zeg, jij dacht skiën met TVL, goed idee? Tuurlijk, waarom niet? Waarom wel? Ja, skiën is toch leuk? Allee, ja, iedereen doet het toch graag, denk ik. En er zijn heel veel leuke mensen mee, dus mooie groep, goede apres-skis. Ja, supersfeer, toffe locatie, geweldig skigebied, alles erop en eraan. Content van het hotel? Ja, top. En de animatie? Ja, ik heb er nog een beetje last van, een beetje in het hoofd. Ja? Maar ja, het was in orde. En je dacht, TVL gaat skiën, ik wil daarbij zijn? Absoluut. Waarom? Waarom met TVL? Goh. Ja, waarom? Waarom zijn we met TVL? Ja, dat is gewoon de zender zeker en leuk. En we hadden het gezien op tv, dat is plezant. En jij zit erbij. Super, hè? Zeg, jullie skiën elk jaar? Ja, de eerste keer wel met TVL. En ook de eerste keer in Livigno? Ja, voor ons wel. En? Super. Skivakantie gaan met Snowtravel en met TVL. Dat is niet alleen goed veel skiën onder begeleiding,
Ja, dat heeft ook heel wat anders in petto, hè? Lekker eten en zo. Inderdaad, de hotels die wij uitkiezen, die zijn allemaal top. En het eten is daar heerlijk. Dus het is niet alleen fun, maar ook culinair genieten. Ja. Is dat nu typisch Italië dat het zo goedkoop is in de bergen? Of is dat overal niet, toch? Nee, in Italië, hier in Livigno, is het echt wel goedkoop. Ja, super. Ja. Nu, voor de dames is het ook interessant, want ik heb al heel veel leuke winkels gezien. Ja. En wat kunnen wij hier kopen zonder? Oh, shoppen. Tax-free, hè? Inderdaad. Dat is heerlijk. Als we het hebben over animatie, wat moeten wij ons daarbij voorstellen? Wat gaan we hier allemaal doen de komende dagen? Oh. Ik bedoel, we hebben het zonnelied, dat ken ik nu al, ja? En dan? Oké, een skivakantie met snow travel en TVL. Ja, we houden dat in. In de voormiddag skiën in groep. Hè? Ieder op zijn of haar niveau, je wordt begeleid. 'S middags gaan we ergens lekker eten. We zorgen dat we afspreken op een plaatsje waar iedereen kan, dat bereikbaar is voor iedereen. En in de namiddag is er ook begeleid skiën. Dan spreken we ook ergens af op een après-ski-bar. Ja, dat is niet onbelangrijk, hè? Want nee, après-ski vind ik altijd minstens zo belangrijk als het skiën zelf. Ja. Hè? Skiën, een skivakantie heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt om te genieten. Ja. Het is een groepsgebeuren, het is fun, het is een sportief gebeuren, maar ook dat feesten achteraf is geweldig. Zeg, als je nu geen zin meer hebt om te skiën en je wil wat anders doen, is er dan van alles te doen hier? Inderdaad. Op verschillende plaatsen kan je hier met de sneeuwscooter gaan rijden. Je kan hier porno boppen. Dat is een aparte vorm van rodelen. Okay. Zeer leuk. Ja. Je kan hier met een paardenslee gaan rijden. Alle onze hotels die hebben een fijn spa gebeuren. Dus echt genieten is het hier. Is het hier de hemel op aarde? Zo zou je kunnen zeggen, ja. Als je het bekijkt, wel eigenlijk, hè. Geweldig, hè? Man. En skiën met TVL is niet alleen skiën, maar ook heel veel fun en animatie. Skimonitoren. Wie zijn ze? Wat drijft hen? En waarom doen ze het? En waarom hier? Omdat het hier keigoed is. Gewonnen! Jij hebt hem niet gewonnen, maar je bent wel mooi nat. Mooi nat, dan. Je had de juist gewonnen, papa. Nee, ook niet. Nee. Je hebt een goed been gehad, ja. Kijk, dus ik hoor, dames, dat jullie hebben gevoeteld. Nee. Nee, dat is gewoon meer gewicht in de weegschaal. Toen we starten was gezegd van een extra cursus. Oké, dan ook. Ja, hartelijk.
Dus, wat denk je van de skitrip met TVL? Oh, heel leuk. En het mooiste skigebied. Het smaakt altijd naar meer. Superleuke groep. En heel lekker eten. Oh ja, heerlijk. Hebben jij al mooie Italiaanse mannen gezien eigenlijk? Sst. Heb jij al schoon Italiaanse vrouwen gezien? Absoluut. Oh, en die zegt dat gewoon en jij durft niet. Zeg, wat vind jij ervan? Ik vind het dier supergezellig. Ja, jullie zijn monitoren, jullie kennen dat dier op zijn duim natuurlijk. Dat wordt van ons verwacht, ja. Maar het is wel top, hè, Rudy Moesen? Dat is ook niet, Rudy. Wat vinden we ervan? Wel, die meisjes in Livigno zijn zo schön, schön, schön. Schön, schön, schön. Ze zijn zo werkelijk schön. Ja, dus Joe Hardy komt ook straks en vandaar we zijn al een beetje aan het interpreteren. Ja, maar Rudy, jij kent het wel al. Ik ken dat nog helemaal niet. Ja, in de bus is het opgestaan de hele tijd, dus we kennen het een beetje al. Hè? Maar uw Duits is gewoon goed, dat van mij is gewoon niet goed. Ja, schön, dat gaat nog net. Ik kan het net onthouden eigenlijk, ja. Jullie gaan allemaal nog een beetje skiën, ja, toch? Hè? Ja, dat is de bedoeling. We hebben het fantastische weer hier. Je ziet ook prachtig zon. Het is ook niet zo echt druk op de piste, want dat maakt het leuk. Je moet bijna nergens aanschuiven. Dus ja, supergezellig. Hè? Buiten het skiën, wat doe je hier zoal? Buiten het skiën, Annemie? Ja. Is er nog iets anders dan skiën? Maar Rudy, hier is zoveel in Livigno. Ah ja, heb je niks van gedaan. Wellness, heb je het al gedaan? Nee, nog geen tijd gehad. Après ski heb je wel al gedaan. Ja, wel. Ja, weet je, je moet een beetje stroom aflaten. Als je de hele dag zo gespannen op die piste staat en je moet dan al nadenken. Zo. Ja, dat hoort erbij. Hè. Ja. Pintje drinken, zingen, dansen, ambiance maken. Want in zo'n groep is dat heel leuk natuurlijk. Want ja. het wordt één grote familie na een paar dagen. Oh, heerlijk, ja. Ik ga ze al missen straks als ik terug thuis ben. Zeg, heb je al een schoon chacoche gekocht voor je vrouw? Nee. Het is hier wel tax-free, hè, Rudy? Oké, dat is voor de laatste dag dan. Oké, hij neemt dus iets mee, hè? Ik breng iets mee. En geniet ervan, gaan we nog een beetje skiën zelfs. Doen. Goed, hè? Want jij kan dat ook behoorlijk goed, vind ik. Een beetje zo. Nee, Annemie, je doet dat heel goed. Echt, ik ben fier op jou. Oh, ja. Merci, hè. Spiet zit ik in mijn gebroken pot. En jij niks aan de hand, toch? Allee, hop, iedereen vertrekken, denk ik. Ja, dat doen we. Een veilige trip naar beneden. Tot in een après-ski, hè. So when I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over. When I'm wiser and I'm older, all this time I was finding myself and I Dag Annemarie. Hey. Wij moesten hier zijn, hè? Welgekomen. Ja. Ik ben zeer blij dat jullie zijn gearriveerd. Dankjewel. Kusjes. Ja, zo ben ik, hè? Ja. Ik ben een kusser. Ja, voilà. Ik heb ook al iets heel lekkers voor jullie klaargezet. Goed. Zet u in het salon. Ik kan mijn jas uit doen. Geen kus? Ik ga het toch proberen. Ja. Dag Dani. Kom erbij, zou ik zeggen. Zet u even. Want jullie komen dus rechtstreeks van de bergen, toch? Ja, inderdaad. Annemarie, wij komen rechtstreeks vanuit de steep op dit moment. En? Iedereen is fijn. Ja? Fijn. Op de latten gestaan of niet? Nee, nog niet. Ik heb nog niet op de latten gestaan. Maar dat komt dadelijk nog. Absoluut. Hè. Nu, jullie zijn voor verschillende redenen hier. Hè? Ja. Jullie zijn onze gasten, uiteraard. Maar jullie hebben ook een monsterhit opgenomen. Speciaal voor Livigno? Inderdaad. Echt waar? Ja. Oh. Dat is geen spraak. Oei! Dat is Prosecco, maar. Ja, dat is. Ça va? Je hebt waarschijnlijk dorst. Allee, we gaan beginnen met een toast. Ja. Dat is waar. Ik zal je zoiets in een echte limonade dan bestellen. Jullie hebben een single opgenomen voor Livigno. Inderdaad. Hoe heet ze? In die bergen, eigenlijk. Een heel fijn liedje. Ja? Een liedje over de bergen en over de meisjes in de bergen. Ja. Dat ze daar altijd zo mooi zijn, want dat is wel waar, Annemie. Als je hier op de pistes kijkt, alle meisjes, ja, ik vind het echt waar mooi. Ze zijn allemaal mooi in skipakken en met van die latten en zo. Dat, ja, ze zien er allemaal mooi uit. Je ziet ook alle vormen in die broeken, toch? Ja. Je ziet zo'n vrouw op een andere manier. En dat mag gezegd worden, het is mooi. Schön eigenlijk. Je zit ook in het liedje ingebakken. Absoluut. In die bergen zit die meidjes, die medels bedoel ik. Ah, die medels. In die bergen zit die medels wunderschön. Fantastisch hier, dat is. Wunderschön, hè.
Ga je vaak op skivakantie? Nee, ik moet eerlijk toegeven dat ik de eerste keer weg ben. Ooit, ever? Ja, ja, ik, normaal gezien ga ik nooit, nooit weg. En hoe komt dat? Dat is er eigenlijk nooit van gekomen. Eigenlijk, ja, mijn ouders hadden vroeger een frituur. Ja? En dat was altijd werkendag. Ja, nee, ik moest niet meehelpen, maar ik was wel graag daar eigenlijk. Als ik ze wou zien, dan moest ik ook in de frituur zijn. Ja. En zo ben ik begonnen met zingen ook eigenlijk. Ja, ja. En nooit naar de Giro geweest of op kamp met de Giro? Nee, ook niet? Nee. Niet? Nee. Nee, ik ben eigenlijk vrij jong begonnen met zingen eigenlijk. Ik was 5 jaar. Wauw, dat is wel als heel jong. Als de gasten stonden te wachten om een frietje te nemen, stond ik te zingen. Oh, Slagers nee. Van Willy Sommers, ja, ja, ja. En wat was zo de hit van Willy Sommers? Heb je een favoriet? Ja, ik heb alle albums, dus de gouden Willy Sommers, ja. Volume 1, 2 en 3. Oh, geweldig. Ja, ja, ja. En dan ja, 7 Anjers, 7 Rozen is natuurlijk dat de blijft, klassiekers, ja. Maar... het mooiste nummer persoonlijk vind ik. Weet je nog die slow die ik danste met jou? Oh, die ken ik zelfs niet. Is dat een gat in mijn cultuur? Nee, dat is niet erg. Weet je nog die slow die je danste met mij? Ken je hem? Nee, nog steeds niet. Oei. Straks. Dat inhalen. Ik ga straks een optreden geven, zing ik hem voor jou. Oké, okay, dus dat is jouw eerste vakantie, Danny. Hoe zit dat met jou? Heb jij ook al een vakantie gedaan? Danny is ook al op vakantie geweest naar Marokko. Naar Marokko? Marokko, familiebanden. Familiebanden, oké. Okay. Ja. Dat is wel een heel groot contrast met Livigno natuurlijk. Hier is ongeveer min 10 en in Marokko was het ongeveer plus 35. Warm, hè. Warm is Livigno, hè, Danny. Warm. Okay. Warm en ja. Ja. Danny is wel een beetje stil, hè. Ja, maar dat is de naad van een beestje, Annemie. Is het waar? Ja, ik ben heel blij dat Danny eigenlijk zo'n beetje alles regelt. Want dat is jouw rechterhand. Zonder Danny stond je nergens. Ja, en ik heb ook geen rijbewijs. Danny rijdt altijd. Ja. Hij zorgt altijd dat alles in orde is. Okay. Maar op een of andere manier, als de camera erbij is, dan... Dan is het een beetje stiller, want jullie hebben nog een camera bij, heb ik gezien. Jullie worden gevolgd door een of andere ploeg. Wij hebben een volledige cameraploeg bij. Ja, ja, inderdaad, want wij zijn ook bezig met een live... Een docu-soap is ja, dat? Voilà. Ja, dat bedoel ik. Een docu-soap, die mensen volgen ons en die zijn eigenlijk het leven van mij aan het verfilmen eigenlijk. Fantastisch. En als Danny dan zo 3 limonades achter elkaar, ja, dan Prosecco weliswaar, komt hij dan los of hij blijft nogal Ik dacht dat het een vergissing was. Ik dacht dat het Sprite was, zeker. Hij drinkt altijd Sprite. Hij heeft dat nu gedacht dat dat ook misschien een ander glas, hè, Danny. Maar, mensen, ik sta hier nu op het moment toch wel in de bergen bij een lief mevrouwtje die ondertussen ook fan geworden is van mij. Maar zij is van... Malmedy. Dus zij spreekt een andere taal. Ik zal alles vertalen. Goeiedag, bonjour. Bonjour. Ze zegt nu goeiedag terug tegen mij. Goeiedag. Voilà, ze kennen een beetje Nederlands. Kan, een beetje Nederlands. En ik zeg tegen haar, het is jammer dat zij geen slagers, Nederlandstalige slagers, kan verstaan, maar dat is niet waar. Nee. Vous connaissez, ja, een klein beetje. Een klein beetje? Ja. Hier komt het. Ja. 1, 2, 3. Janus, pak me nog een keer. Pak me nog een keer. Pak me nog een keer. Voilà. Dus wij gaan nu op zoek naar Janus. Wij gaan op zoek naar Janus. Ja. Wij gaan Janus zoeken. Ja. Voilà. Is misschien ook een idee. Ja. Hey! Dank je schön, hè. Zo hard is in die bergen, hè. Die stem. Hier, pak dat mee. Pak dat mee van boven, dan weet ik wel dat jij vertrekt. Hallo. Hallo. Danny. Danny. Ja, voilà. Kijk nu. Dan zal ik zal zwaaien als je mag komen met mijn lawinevlak. Ziet dat goed, hè? Hey. Wacht. Kom hier. We zitten hier nu al in de bergen, maar ga jij ook echt skiën?
Annelies, ik ga het vandaag proberen. Ik ga voor de eerste keer mijn leven op de latten staan. En ja, we zien wel. Hè. Hoe komt het dat het zo lang heeft geduurd? Ja, je zei al, ik ben nooit op vakantie geweest. Nee. Maar zit het er gewoon niet in? Ben je sportief eigenlijk? Ja, ik ga toch redelijk veel wandelen. En mijn optredens zijn ook vrij intensief. Okay. Dus dat is toch wel een uurtje dat ik dan volle bak bezig ben. En dan heel veel zweet laat, maar dat doe ik graag voor mijn fans. Zeg, van artiesten wordt gezegd dat ze heel ijdel zijn. Heel erg bezig zijn met een uiterlijk, ja. En een look. Ja. Jij ook? Ja, 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 natuurlijk. Je moet er altijd goed uitzien. Dus ik ga ook regelmatig dan ook wandelen, zei ik al, om mijn figuur te behouden wat ik heb. Okay. Toch wel meegekregen. Ja. Dat mag gezegd worden. Je ziet er ook zeer kleurrijk uit. Ja. Speciaal ja. Gekozen? Ja, ik heb mij laten adviseren door mijn management. Dat fluo is toch weer terug in aan het komen, zeggen ze. Dus dan heb ik meteen al dit jasje. Ik had het eigenlijk nog hangen, maar het is terug in aan het komen. Dus het was goed, hè? Ja, absoluut. Zeg, wat verwacht jij van de single? Het is een, Annelies, je hebt ook een mooi konijntje aan. Dat mag ik toch ook wel zeggen. Hè? Ja, het is ook een heerlijk warm konijntje. Ja. Het is eigenlijk ook Annemie, hè? Maar dat mag niet uit. Ah, Annemie, sorry. Dus de single, ik heb ze al een paar keer gehoord. Ja. Dat, is zo, dat blijft hangen. Dus ik veronderstel dat dat een mega hit wordt. Ja, in vaktermen wordt wel eens gezegd dat het een oorwormpje is. Ja, ja, het blijft gewoon tussen je oren hangen. Het blijft daar, en dat is het ook in die bergen, in die medels. Wonderschön, schön, schön. Dat is ook zo. Zeg maar, wie schrijft jouw nummers uit? Doe je dat zelf? Ja, de textueel zit ik daar voor een heel groot stuk tussen toch wel. En dan ook muzikaal moeten we toch rekenen op een tandem van David en Danny. David en Danny? David en Danny. Danny, ja, ja, ja. Danny, ja, ja, ja. Ja. Rechterhand, ik weet niet, de handschoenen opwarmen. Ja. Danny, alles oké? Daar straks eventjes gevallen in de sneeuw, vandaar dat waarschijnlijk zijn handschoenen nat zijn. Oei. Maar dat komt in orde. Dat komt goed. Ja. Zeg, voor mensen die, die nu al meteen verkocht zijn en verliefd zijn op Joe Hardy en Danny, hè, want jullie zijn een tandem. Ja. Ja. Kunnen ze jou terugvinden op Facebook? Heb je een fandag of wat doe je? Ik ben op Facebook, Joe Hardy op Facebook. Ik heb ook een website, joehardyzing.be, waar de fans natuurlijk allemaal alle gegevens op kunnen terugvinden. En inderdaad, ik heb ook elk jaar in Rapertingen, mijn fanbal. Dat is normaal gezien de eerste zondag na Sinterklaas. Oké. In december dan. In december, ja. En wie is de koning van de slagers? Christophe. Echt waar? Ja. Nu dacht ik dat jij ging zeggen, Joe Hardy. Nee, 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 je moet bescheiden blijven. Nee, 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 dat is niet waar. Christophe is de keizer en dan ben ik de koning. Voilà. Nou, koning Hardy. Dankjewel. Ik vind het heerlijk dat je hier samen met mij in het zonovergoten Livigno staat. Ja. Ik wacht nu nog op dat spetterende optreden straks. Dankjewel, dankjewel dat ik er mocht zijn. Ik ben en al alle fan. Mensen thuis, bedankt dat jullie er ook zijn. En helaas kunnen jullie er vanavond niet bij gaan zijn. Tja. Maar 7 anjers, 7 rozen is voor Annelies. Annemie. Mie, Annemie. Bye bye. Lieve fans thuis ook. Bye. Iedereen super! Ik ben met mijn orkest gaan skiën. Ja, in de sneeuw, dat was best fijn. Ik leek van boven naar beneden, maar de piste die was wel wat klein. Ben naar beneden toe gekropen, mijn knieën die doen nog steeds pijn. Toen zag ik ze staan en ook zij keek me aan. Weet je wat ik haar toen zei? Hier in die bergen zijn die medels wonder schön, schön, schön. Schön, schön, schön. En dat richtig toll. Schön, 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 alle sind hier wirklich wunderschön. Hier in den Bergen sind die Mädels wunderschön, schön, 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 und auch richtig toll. In den Bergen sind die Mädels wunderschön, schön, schön, alle sind hier wirklich wunderschön. Ben naar beneden toe gekropen.
schön, schön. Alles sind hier wirklich wunderschön. Hier in den Bergen sind die Mädels wunderschön, schön, schön. Schön, schön, schön. Und auch richtig toll. In den Bergen sind die Mädels wunderschön, schön, schön. Alles sind hier wirklich wunderschön. Sport, de garantie voor jouw wintervakantie. Onderweg naar Livigno met Bruno Service Station. Emoi in Hasselt. Kleding voor de hedendaagse vrouw die er elke dag stijlvol wilt uitzien. www.emoi.be.